wij zijn aangekomen aan de zee. Sanaïs. Oh, papa zijn naar het toilet. En we hebben hier net lekker gegeten. Ik had garnaalkroketten. Echt lekker aan de zee. Echt verse garnaaltjes. En, oh nee, ik had geen garnaalkroketten. Hoe noemt dat nu weer? Tomaatcrevet. Oh my god. Ik zei dat ook al straks tegen die ober. Maar we gaan nu naar de camping en dan gaan we kijken naar ons campinghuisje, staancaravan. Ik weet eigenlijk nog niet, als ik wel heb gezegd, wat dat we komen doen. Nou, dus heel vroeger kwamen wij altijd naar, naar Nieuwpoort en dan hadden we hier een caravan. Mijn oma had een caravan, mijn oma en opa. En dan kwamen we heel vaak naar hier met de familie en dan deden we altijd heel veel herinneringen. Zo, nu zijn dat zo mijn vroegste herinneringen van vroeger. En nu dachten we zo van, voor papa zijn verjaardag gaan we dat opnieuw boeken. En dan gaan we staancaravan op dezelfde camping als vroeger boeken eigenlijk, huren. Dus dat hebben we gedaan en we zijn dus dit weekend hier aan de zee. Wij zijn aangekomen op de camping, dus zoals ik al zei, vroeger kwamen we altijd naar deze camping. Dus het was kei raar om hier zo terug te zijn en hier te logeren. Maar dit is onze staancaravan. Ik zal het eerst binnen laten zien. Hier kom je binnen. Hier is het toilet. Hier is de master bedroom met een... kleerkast. Hier is... Hier is de living, tafel, salon en keukentje. Dan hebben we hier de badkamer met een best grote douche en een lavabo. Een spiegel. Hey. En hier gaan Anaïs en ik slapen. Anaïs, welk bed wilt je? Want ik heb Kiki al neergelegd. Nee? Oké, dan pak ik dit bed. En daar slaapt Anaïs dan. Woehoe! Hier is de buitenkant van onze caravan. Hier is de auto van mama en papa. En zo is dan de caravan. Ik weet niet of je het ziet. En hier hebben we een bankje. En waar wij vroeger zaten, dus wij zitten nu in de achterste straat. Wij zaten eigenlijk vroeger twee straten hiervoor. Dus als je hier tussen kijkt, dan zou je onze camping hebben gezien, daar waar dat wit is, daar. Dus dat was vroeger onze caravan. Echt zoals vroeger heeft papa de step meegebracht. Vroeger stepten wij altijd. En heeft papa ook, oh my god, de inline skates meegebracht. Ik denk wel dat dat mijne zijn. Zijn onze inline skates aan het passen? Hoe grappig. Maar voor mij zijn ze te groot. Ik heb 39, maar dit is een 41. En voor u? Ja, die passen. Ja. Ik wil ook de inlines. Dan moet jij de inline skates en ik de step. Oké, we zijn aan het gaan. Anaïs op de skate. Hallo jong. Gaan we hierdoor? Gaat het? Ja, hierin hè. Kunnen we zo niet rond? Ik weet dat niet meer. Gaat dat? Oké, go. Terug van de zee. Het is 7 uur ondertussen. We hebben ook cute puppykes gespot. En we gaan nu eten. Hier, we kunnen nog buiten. De zon schijnt echt nog
op ons terrasje. En het is trouwens echt warm. En we hebben stokbroodjes, olijfjes en zo allemaal salaatjes. Hallo, het is ondertussen 8:45. Ik heb me gedoucht na het eten en dan hebben we tv gekeken. En nu zijn Annelies en ik een tourje op de camping aan het maken. Gewoon even aan het rondwandelen. En het is echt gek hoeveel mensen op de camping de hele tijd buiten zijn nog, 's avonds, zoals daar. En die zo echt buiten leven. Maar dat is wel fijn. Zo gezellig, vind ik. Dat is zo leuk aan de camping. Dat iedereen zo buiten is en hij zegt en zo. En deze hond is ook super schattig. Dag vriendje. Ja. Hallo. Dag schat. Zou ik die gaan aaien? Die mensen zitten daar. Hey. Ja. Cute. Dag, tot morgen. Die hond hadden we er straks ook al gezien. Die is echt super cute. En straks sprong die ook echt zo recht. Dan wou die zo dat ik die kan aaien. Die was echt super cute. Ja. Ja. En er zaten ook trouwens twee katten. Een rosse en een heel grijze Maine Coon kat. Echt super chic. Die zit hier ook zo los rond te lopen op de camping. Het is eigenlijk grappig, dus mensen komen zo naar de camping en oké, je neemt je hond mee. Maar er zijn er dus ook die dan hun katten meenemen en hier laten rondlopen. Cute! Oké, ik lig in bed. Het is nog niet laat. Het is 9:45. Annelies en mama zijn nog tv aan het kijken, maar papa is ook al gaan slapen. Ik ben zo moe. Ik denk van de hele dag zo aan zee. Mijn voorhoofd is trouwens verbrand vandaag en mijn neus. Ik denk gewoon van de hele dag te wandelen en aan zee te zijn. Omdat ik zo moe ben. Maar het was wel een hele fijne dag. Morgen dag 2, dus ik zie jullie dan. Annelies, kom door. Slapen. Ik zie jullie morgen.